Margot van Nakkeren, we zijn vandaag in Aalst. Jullie speelden met Aalst tegen Tienen. Een wedstrijd tussen twee ploegen die ooit in de top van het Belgische vrouwenvoetbal kampioen werden. Nu is het een match in eerste klasse. Hoe liep het vandaag? We hebben gewonnen, dat is al één iets. Eerst helft goed gestart. Na die 1-0 zijn we iets teruggevallen, kwamen zij meer in de wedstrijd. Eind eerste helft was het dan weer wat beter. Ja, dan staat de tweede helft en moeizaam de tweede helft. En ik denk dat dat heel de tweede helft zo is gebleven, maar geen tegendoelpunt gehad. En dat is het voornaamste. Dus, ja. Ja, jullie blijven winnen, het maximum van de punten ook. Jij scoort vandaag de twee doelpunten, dat is niet onbelangrijk, denk ik, hè? Nee, zeker niet. Ik denk dat dat mede dankzij mijn team is. Ik speel hier vandaag, als ik dat eigenlijk zelf van mezelf mag zeggen, mijn slechtste match tot nu toe. Ik scoor wel twee keer, dat maakt het iets beter. Maar ik zeg het, 2-2 mooie voorzetten. Ik moet ze eigenlijk gewoon binnentikken. Dus ik sta twee keer op de juiste plaats ook. Ja, dat is makkelijker dan om ze binnen te leggen. Dus, ja. Ja. Je komt over van AA Gent Ladies, van de vrouwelijke Buffalo's. Het lot heeft recent beslist dat jullie in de beker tegen elkaar gaan uitkomen. Gent tegen Aalst. Hoe kijk jij daar naar uit? Want je bent een van de ex-speelsters van de Buffalo's. Ja, klopt. Ik ben alleszins wel content met dat we tegen hun spelen. Ik had misschien liever een iets zwakkere tegenstander gehad, want ik ken ze. Dat is een heel goede ploeg. Het zal moeilijk worden, maar we gaan er alles aan doen om te winnen, eigenlijk. Dus. En het is mogelijk, denk ik. Maar dan gaan we allemaal 100% moeten zijn en 90 minuten moeten volhouden. Ja. Dus, Maar jullie zitten wel in een goede flow, hè, op dit moment? Ja, dat klopt. Ik denk 15 op 15 nu. Ja. Dus hopelijk kunnen we die voortzetten. Hè. Ja. Okay. En heb je je keuze voor Aalst nog niet beklaagd? Nee, eigenlijk niet. Ik ben content dat ik die keuze heb gemaakt. Ik heb tot nu nog altijd geen spijt gehad. Nee, ik amuseer me enorm en dat was voor mij het belangrijkste. Dus, ja. Je speelt ook elke thuismatch nu in een mooi stadion. Ja, dat klopt. Dat kan ik wel zeggen. Dus kan niet beter, hè. Oké. Ik dank je. Proficiat en succes voor het vervolg ook. Dank u wel.